Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze video de onderwerpen attributie, delegatie en mandaat. In een eerdere video ging het over het bestuursorgaan en de bestuursbevoegdheden. Een bestuursorgaan kan in de regel op twee manieren aan deze bevoegdheid komen, namelijk door middel van attributie en delegatie. Van delegatie is er sprake als een bevoegdheid als het ware gedelegeerd wordt aan het bestuursorgaan, het overdragen van de bestaande bevoegdheid dus. Bij delegatie is het belangrijk om te benoemen dat het bestuursorgaan die de bevoegdheid gedelegeerd krijgt, deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid mag uitoefenen. Voor delegatie is altijd een wettelijke grondslag vereist. Ook is er sprake van het delegatieverbod aan ondergeschikten. Dat betekent dat delegatie niet aan ondergeschikten mag worden gedaan. Dit heeft te maken met het overdragen van verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid gaat namelijk over naar het orgaan dat de bevoegdheid ontvangt. Delegatie kun je trouwens herkennen aan teksten als bij of krachtens de wet, regels of bij de wet of de wet bepaald terugziet. Van attributie is er sprake als het gaat om het toekennen van een nieuwe, ook wel originaire bevoegdheid genoemd. Deze bevoegdheid bestond als het ware nog niet. Ook attributie kan alleen op een wettelijke grondslag. Bij attributie gaat de verantwoordelijkheid mee naar het orgaan dat de bevoegdheid krijgt. Hiermee ligt ook meteen het grootste verschil met mandaat. Bij mandaat is er geen sprake van overdracht van de bevoegdheid. Als iemand een mandaat heeft, dan handelt hij namens het orgaan dat die mandaat verleende. Dat betekent dat de mandaatgever volledig verantwoordelijk blijft. De mandaatverlener wordt trouwens dus ook wel mandans genoemd en de gemandateerde wordt mandataris genoemd. Een mandaat is de bevoegdheid om in de naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen. Vaak gaat het trouwens om een bestuursorgaan en een ambtenaar. De Algemene Wet Bestuursrecht kent uiteraard regels in zaken mandaat. Het algemeen beslissingsmandaat wordt schriftelijk verleend, in tegenstelling tot een bepaald geval. Een mandaat voor een bepaald geval dient slechts schriftelijk te worden verleend als de gemandateerde niets werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever. Er zijn een paar belangrijke punten bij het mandaat. Sommige zaken mogen bijvoorbeeld niet via een mandaat gegeven worden. Bijvoorbeeld, de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen mag in beginsel niet in mandaat worden uitgeoefend. Ook zijn er speciale regels rondom de wethoudersmandaat. Een wethoudersmandaat is als er sprake is van een mandaat aan een niet ondergeschikte. In dit geval is geen instemming vereist, omdat dit type mandaat steunt op een wettelijke grondslag. Kortom. Bij het mandaat behoudt de mandaatgever de verantwoordelijkheid en bij attributie en delegatie worden zowel bevoegdheid als verantwoordelijkheid overgedragen. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.